U ziet het, in Linz wordt er een mooie sfeer gebouwd rondom deze wedstrijd. En er wordt heel veel verwacht van deze wedstrijd door de LASK-supporters. In het Sportstad Linz stadion. En de weersomstandigheden zijn nog goed. De verwachting is dus dat pas rond een uur of 11 het echt heel hard gaat waaien. En dan gaan we ervan uit dat we dan al klaar zijn. De 11 van AZ. Met daar geen verrassingen en ook geen verrassingen bij LASK. Zelfde namen als in Alkmaar. Met een hoop spelers op scherp. Filipovic, Wiesinger en Renner staan dus op scherp. En hetzelfde geldt voor Ranftel. Bij AZ staan er ook een paar op scherp. Het zijn dus dezelfde namen als in Alkmaar. In hetzelfde systeem dus ook Renner en Ranftel bestrijken de flanken. Drie spitsen die alles afjagen, of drie aanvallers. Ragus is echt spits, ondersteund door Goiginger en Friese. Wiegorrel, de spelverdeler op het middenveld. Stengs, Koopmeiners en De Wit. Dat zijn dus de drie die op scherp staan. Maar goed, dat is voor later zorg. Want als die een schorsing aanloopt voor de volgende ronde, heeft AZ in ieder geval de volgende ronde bereikt. Dus dat zou dan alweer een pluspunt zijn. Met Koopmeiners dus weer achterin. Met Lewin, Klaasie, De Wit en Mietjeu. Mietjeu was geschorst voor de thuiswedstrijd. Hij speelt weer. Daardoor zit Effjen, Hakan Effjen op de bank. Met hier een eerste serieuze kans voor Goiginger. Vlag is wel omhoog. Holland. En gaat Trauner mee naar voren. En die verre inworpen van LASK, die kennen we. Dus weer opletten als Holland gooit. Filipovic. Oh, dat had niet gehoeven. Koopmeiners te onrustig. Had die bal ook rustig kunnen laten gaan. Mendel uitgekapt, nog een keer uitgekapt. Voorzet bij de tweede paal en die gaat er bijna in. Het begint met een wat onrustige actie van Koopmeiners. Dat levert LASK via Ragus bijna de 1-0 op. Svensson, Stengs. Stengs nog eens met een beetje geluk, maar dan maar uithalen. Ja, Boadu kon niet meer. Die liep nu buitenspel. Duimpje omhoog naar Lewin. Trauner stopt hem, maar eigenlijk maar half. Gespeeld door LASK dit. Passen voor Ranfte. Die legt hem voor. De kopbal van Friezer. En geen rebound. En daarna zelfs geen corner omdat er een overtreding is begaan. Bizot met een belangrijke redding. De kopbal van Dominique Friese. Wijndal naar het centrum gegaan. Daardoor komt Ranfte vrij. Die rechtervleugelverdediger. En met een goede voorzet is daar dus een serieuze kans voor LASK. Voor Friese. Goiginger. Quasi lastig voor Stengs. Toch doet Stengs dat dan meteen weer goed. Boadu kan door naar Idrissi. Dit is een kans. Idrissi heeft ook Stengs nog mee. Idrissi zoekt Stengs, maar die bal is niet goed. Heel goed van Boadu. En dan is de bal te hard voor Stengs. En is hij op maat, dan loopt Stengs hem er zo in. Die bal is weer goed. Wijndal. Boadu alle tijd nu. Aannemen en draaien kan die. Eerst Stengs. De Wit heeft Svensson bij zich. Stengs. Het schot van Stengs is vrij makkelijk voor Slager. En AZ is al een half uur lang zeker niet de mindere ploeg. Voetbalt makkelijker. Goed, de enorme kansen.
Eentje voor Idrissi richting Stengs. Dat was de kans die dan de 1-0 voor AZ op had moeten leveren. Verder blijft het nog redelijk uit met echt het werk richting Slagen. Geen buitenspel lijkt me dit. Wel appel daarvoor. Bal schiet door en daar is Ragus en Bizot. Zo. Ragus denkt eens even kijken of de scheidsrechter ogen heeft. Dat blijkt het geval. Ja. Maar wel weer zo'n voorzet. Niet goed verdedigd dit. Er zijn toch weer net iets te veel mensen onder de bal door. En eerst al een keer met de voet, nu met de vuist Bizot. De trainer van St. Pölten zei na de nederlaag afgelopen weekend: ik zie niet in welke ploeg dit LASK zou moeten verslaan. Ja, AZ kan het. Overtreding op Klaasie. En dat is geel. Klaasie boos. Wiesinger kan die niet hebben, is geschorst. Voor de eerstvolgende Europese wedstrijd die hij zou gaan spelen. Het is geen geweldige wedstrijd van LASK tot nu toe. AZ kan van dit LASK winnen. Koopmeijer is niet zijn eerste fout. Ranftal, Idrissi, het is geen overtreding. Het is wel een overtreding van Idrissi. Dat leek toch niet. Hij leek toch gewoon de bal te spelen. Maar het begint bij Koopmeijers. Die de bal zomaar inlevert. Wijndal uitgekapt. Idrissi raakt de bal niet. En wel de tegenstander. Bizot. Geen kans. Het is 1-0 voor LASK. En de man die hem vorige week maakte. Doet dat ook hier. Kan AZ rustig blijven doen wat het moet doen. De wetenschap dat de tijd meer gaat dringen. Toch volharden in het plan en vooral niet LASK de ruimte geven. Maar LASK natuurlijk op gaat loeren in die tweede helft. Renners voorzet. Maakt de verdediger door Klaasie. Liepen ze elkaar wat in de weg. Bouadou. Geen buitenspel. Bouadou moet dan eigenlijk breed nu naar Idrissi. Dat heeft hij gezien. Meteen de kans voor Idrissi. Wil hij toch nog wat meer naar zijn rechter en is het schot teleurstellend. Het is bijna een tekenend begin van die tweede helft. Dat zag je in de eerste helft toch ook net iets te veel. Dat wat een serieuze kans zou moeten zijn, is dat dan eigenlijk niet. Strak gegooid, bal schiet door. En die vliegt erin en als het geen overtreding is, dan is hij het dus weer. En leidt LASK met 2-0. Bij AZ winnen ze eigenlijk een vrije trap. Weer een inworp van Holland. Net als in Alkmaar. Dat wat toch in Alkmaar al niet had mogen gebeuren, gebeurt in Lienz weer. Nou ja, nee, daar gaat de VAR niet van zeggen. De Wit moet een vrije trap hebben. De Wit moet daar sterker zijn. Er moeten wat meer mensen daar zijn, ook om de Wit te helpen. Bouadou, goede combinatie. Nog een balletje breed. Bouadou denk ik buitenspel. Is dat dan geen Hens? Er wordt Hens. Ja, ik denk dat dat buitenspel is. Dat dat de eerste overtreding is. De bal van de Wit had op Stengs gemoeten. Nou, dit is inderdaad buitenspel. Waarom geeft hij niet aan Stengs? Ja. Gedraaid door Vriezer. Is ook niet slecht. Boykingen. Boykingen kapt. Geeft voor. Geen kopbal voor Renner. Maar de rebound valt daar wel. Ramftel. Hier Boykingen. Dat nog net verdedigd door Bizot. En dan reageert Ramftel toch het snelst. Hier is Svensson. Die legt klaar. Bouadou. Ja.
kunnen we niet tellen. Dat is handig gedaan. Druif, het is nog een net naar het doel. Lichaam ertussen, een beetje ondersteuning zou ook handig zijn. Druif goed, uitstekend zelfs, maar ja. Maar ja. Hij valt in en doet iets goeds met een bal. Dat hebben die andere drie voorin. Vier eigenlijk als je De Wit mee rekent. De Wit, Stengs, Boadu en Idrissi. Eigenlijk de hele wedstrijd nog niet gedaan. Voorzet op het hoofd van Trauner. Komt terecht bij Stengs. Evjen. Op zichzelf vast, maar krijgt dan een overtreding. Dat is de tweede gele kaart voor Wiesinger. Ja. Dat is eigenlijk pas een factor op het moment dat hier nog een verlenging uitkomt. Ja. Scheidsrechter valt niet heel veel op aan te merken hoor. De strafschop was terecht, de grote beslissingen zijn terecht. En AZ is uitgeschakeld. Uitgeschakeld door Lask, maar toch ook voor een groot deel uitgeschakeld door zichzelf. Met de manier waarop ook vandaag weer de doelpunten werden weggegeven. Telden wij op dat eigenlijk alle aanvallers die in de basis stonden vandaag het compleet niet hadden. En dan is de uitschakeling eigenlijk nog best wel logisch ook. En dat is pijnlijk te noemen.